kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, voorzorgsmaatregelen, cruciaal voor aanhoudende zware regenval. In Belastingdienst organiseert masterclass over Pillar 2 Global Minimum Tax. Thierry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, roept op tot voorbereiding met betrekking tot de aanhoudende zware regenval die Suriname treft. Hij heeft op 16 juli in een vraaggesprek de urgentie van voorbereiding en waakzaamheid in de komende dagen benadrukt. Volgens Slijngaard heeft de Meteorologische Dienst Suriname vastgesteld dat er een aanzienlijke toename van regenval in Suriname is. Kijkt u mee. We hebben dus contact gemaakt met onze meteodienst om te kijken als er specifieke voorspellingen zijn waarbij er zwaardere regen zullen komen of zwaarder onweer als dat ons te wachten staat. Het is wel zo dat er in de internationale wereld wordt er dus niet alleen naar Suriname gekeken, maar wordt er dus naar een hele regio gekeken. En het is inderdaad zo dat binnen de regio, binnen onze regio, dat we moeten zeggen dat er veel regen wordt verwacht, toch? Maar dat is een voorspelling die we al een tijdje geleden hebben gedaan, of wij, de Meteodienst van Suriname. En de CIMH, dat is de Caribische Meteorologische Instituut, die heeft dus een aantal keren reeds voorspeld dat de overgang van El Niño naar La Niña met veel water gepaard zou gaan, dus veel regen zou hebben, et cetera. En dat hebben we inderdaad ook gezien. We hebben zwaardere buien gezien. Buien die soms heel erg lang duren, waardoor er veel water valt. Water dat we normaliter misschien in een hele maand zouden krijgen, valt dan in één keer, in één dag. En in de afgelopen afgelopen week, hebben wij twee keren dit soort buien gehad, waarbij er zware buien zijn. Soms met onweer, bliksem, donder en heel veel water. Waardoor het zo is dat er diverse plaatsen in Paramaribo, aan de kuststreken, maar ook in het binnenland, onder water lopen. Dus dan krijgen we wateroverlast en het water gaat soms de huizen binnen. En dat is natuurlijk een heel erg slechte zaak. We moeten wel zeggen dat tot nu toe we hebben gezien dat het water met een redelijk tempo weer wegloodst. Dus soms blijft het een dag, soms misschien ietsje langer, maar uiteindelijk loopt het water wel weg. En we moeten ons daarop voorbereiden dat dit het beeld kan zijn van de komende periode, omdat alle onweer dat gezien is op de satellietbeelden, dat nog niet voorbijgetrokken is. En er is nog een wave die aankomt. Dus het kan zijn dat we in de komende dagen, komende week, weer wat regenbuien zullen krijgen. Die met windstoten misschien en met onweer. En dat is het beeld dat we dus moeten verwachten. Veel regen, we zullen last hebben van wateroverlast. En uiteraard, mensen moeten er rekening mee houden dat als er echte rukwinden komen, dat er last kan worden ondervonden met betrekking tot daken die gedeeltelijk of geheel zullen wegwaaien. En ik zeg dit zo, maar het is een beeld dat we in de afgelopen periode hebben gezien. En wij vragen de mensen om daar een beetje op voorbereid te zijn. Vanuit NCCR hebben wij een aantal adviezen gegeven, een 14-tal adviezen, die we hebben
in een lijst hebben geplaatst. En de mensen moeten daar rekening mee houden, dus dat deze adviezen kunnen helpen dat de mensen zich een beetje zelf voorbereiden op wat er eventueel kan komen. En een paar van die adviezen, het gaat om, mensen moeten er rekening mee houden dat als het water er is en ze lopen in het water, dat ze met waterlaarzen dat moeten doen. Want je weet nooit hoe vuil dat water is en eventueel kunnen er ziektekiemen in het water zijn. En die waterlaarzen die helpen in elk geval. Een ander advies is geweest dat we moeten rekening houden met de dure spullen die we hebben in ons huis, zoals ijskasten en televisies, matrassen, dat die niet op de grond blijven, maar dat mensen op een verhoging plaatsen voor deze periode, waardoor het water, ook al zou het huis onder water lopen, dat het water niet bij de dure apparaten komt. Want, zoals u zelf weet, het kost een heleboel om die apparaten aan te schaffen. En met een kleine moeite kunnen we die apparaten een beetje hoger leggen, waardoor ze niet kapot gaan. Een ander advies dat wij hebben gegeven is dat men moet letten op, als je loopt, dat je rekening ermee moet houden dat als het blank is met water, dat je niet precies ziet waar je gaat en dat putdeksels, en je weet in Suriname heb je een heleboel putten die geen deksel hebben, mensen kunnen vallen in die putten, et cetera, been kapot. Weet je, dus dat soort dingen. Dus je moet heel voorzichtig lopen. Het liefst met een stok, waardoor je precies weet waar je je voeten zet. Dat zijn onder andere een paar van de adviezen. Er zijn nog veel meer, er zijn 14 of 15. Eentje die ik persoonlijk belangrijk vind is, hou rekening met dieren. Dieren die je aan de ketting hebt gezet. Toch? Dat, if you put that dagu aan de ketting en er komt water daar, dat ilusa dagu van de ketting. Want anders kan je een heleboel problemen krijgen. Die hond kan zelfs verdrinken. Ja, koeien die zijn in de stallen, die staldeuren moeten open zodat die koe zichzelf kan redden als het noodzakelijk is. Kippen die in een kippenhok zitten, die moet je ook loslaten, want anders gaan die kippen dood vanwege het grote water. En een van de belangrijke zaken, denk ik, nog ook erbij is dat je rekening moet houden dat wanneer het water stijgt, dat er ongediertes overal gaat proberen om op droge plekken te komen. Dus het kan zijn dat wij veel meer ongediertes gaan zien. Slangen, ratten, weet je, dus dat soort dingen. En je moet er op bedacht zijn dat wanneer het water stijgt, dat deze dieren ook naar hogere plekken gaan proberen te gaan. Dus je moet er rekening mee houden dat je ze kan tegenkomen. En maatregelen treffen dat je dus in elk geval veilig bent wanneer deze ongedierte naar boven komen. Dus ik zou zo kunnen doorgaan met adviezen geven. We hebben die adviezen geschreven, het is gepubliceerd. Ik denk dat de CDS die publicatie ook heeft gedaan. Ik heb gehoopt, of ik hoop dat CDS dit ook naar de andere media zou kunnen verdelen, zodat iedereen het krijgt. En dat wij als Suriname een beetje beter voorbereid zijn op die overlast die we krijgen van de regens en van het water. Mocht het zijn dat het erger wordt, en dan met erger bedoel ik, en dat is dus de NCCR kan, wanneer het water voor langere tijd blijft liggen en daardoor de kans op ziektes, et cetera, ziekte van Weil, et cetera, bovenluchtweginfecties gaat toenemen, dan zullen wij natuurlijk in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid ervoor zorgen dat de mensen de nodige informatie krijgen en de nodige ondersteuning zullen krijgen om zich veilig te blijven houden totdat die situatie weer naar een normale situatie is gegaan. Ik denk dat de boodschap is die ik zou willen geven aan de bevolking. We gaan nog wat regen krijgen in het kort. We gaan nog wat regen krijgen. Het kan zijn dat wij weer overstromingen zullen krijgen ten gevolge van die regens. We weten dat climate change ervoor zorgt dat er een beetje extra water komt vanuit de regen. Soms komt dat water, of blijft het water zitten op plekken waar het nooit eerder heeft gezeten. Maar dat gebeurt dus nu wel. We moeten nu ernaar kijken en kijken hoe wij dus dat gaan aanpakken. En hoe wij de burger tegemoet kunnen komen om in elk geval zichzelf te kunnen beschermen en zichzelf te kunnen
beveiligend hier is. De Belastingdienst organiseert op woensdag 17 juli in samenwerking met Shamnarai & Associates en Staatsolie een masterclass over de wereldwijde invoering van een minimumbelasting op winsten van grote multinationale ondernemingen. Het doel van deze masterclass is tweeledig. Ten eerste wil men het publieke debat stimuleren over de gevolgen van de mondiale ontwikkelingen van Pillar 2 voor Suriname. Hiermee wil men belanghebbenden bewust maken van de impact die deze veranderingen zullen hebben. En ten tweede is het de bedoeling om ideeën te ontwikkelen over hoe Suriname beleidsmatig en wetgevend kan omgaan met deze nieuwe belastingmaatregelen. En wij brengen u de volgende reportage. Pillar 2 Global Minimum Tax is eigenlijk een belasting die wereldwijd wordt voorgesteld om ervoor te zorgen dat multinationals in de landen waar ze werken tenminste datgene betalen aan belasting dat dat land verdient. Als je in een land werkt als multinational en je verdient daar geld, je maakt winsten, dan is het goed dat je daar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. En wat je ziet is dat veel grote maatschappijen in de wereld op allerlei manieren, vaak legale manieren, ervoor kunnen zorgen dat het bedrag dat ze aan belasting moeten betalen in een bepaald land lager is dan wat ze eigenlijk zouden moeten betalen. Dus deze Global Minimum Tax die gaat ervoor zorgen, als de landen dat ook adopteren als regel en het in hun wetgeving invoeren, dat in elk land tenminste een basisbelasting van 15% betaald wordt. In Suriname hebben we nu 36% voor bedrijven, maar 36%, dan moet je ook kijken waarover die 36% berekend wordt. Dus er zijn een aantal zaken die in dit kader aan de orde komen. Het tarief dat je toepast, maar ook de grondslag waarover je die belasting gaat heffen. En je moet ervoor zorgen dus dat er wereldwijd dan daar enige uniformiteit in is. Dus ik hoop dat het zo een beetje begrijpelijk overkomt. Maar het is een vrij ingewikkelde materie. En we proberen vandaag dus om daar een beetje awareness over te kweken bij de mensen die ermee te maken krijgen. Dus de bedrijven. Maar vooral de overheid. Je ziet een van onze eregasten is de minister van Financiën. Die moet ervoor zorgen dat er voldoende geld in het laadje komt. En dat iedereen zijn aandeel bijdraagt aan wat de staatskas moet ontvangen. Als op een gegeven moment hij iets ziet in de voorstellen, dan zou hij kunnen besluiten om wetgeving te maken. Dus we hebben om die wetten te maken, hebben we het parlement en de staatsraad nodig. En daarvoor hebben we ook dus vandaag de voorzitter van DNA, die een van de eregasten is. En we hebben vrijwel alle grote bedrijven hier. We hebben ook alle fiscalisten bijna die in Suriname werken, accountants. Want dat zijn de mensen die ermee zullen moeten werken. We hebben samen met Staatsolie en kantoor Shamnarai, met de Belastingdienst, hebben besloten om een masterclass te organiseren. Er zijn heel wat ontwikkelingen gaande op internationaal fiscaal gebied. En Suriname kan niet achterblijven. Wij maken ook deel uit van bijvoorbeeld CARICOM. Daar is er vaker gesproken over dit vraagstuk, waarbij Suriname ook niet is toegetreden tot een global forum. Samen met Guyana zijn wij dus de enige landen binnen CARICOM. En het vraagstuk wordt actueler. Wij zitten in een fiscale ontwikkeling. We zien ook wat er gebeurt binnen Suriname op internationaal niveau. Hebben wij dus ook bewezen, willen we ook bewijzen dat wij transparant fiscaal beleid willen voeren. En aan de andere kant heb je dus de ontwikkelingen die op ons aan afkomen in oil en gas. De Belastingdienst moet voorbereid zijn. En die voorbereiding neemt een hele tijd in beslag, omdat je natuurlijk als dienst
moet je je gaan richten op wat speelt, wat is de trend, wat zijn de internationale ontwikkelingen. We hebben toen gezegd, Pillar 2 is nu actueel. Er zijn een aantal vraagstukken binnen Pillar 2 die niet besproken worden. En we hebben toen gezegd van weet je wat, laten we alvast een awareness beginnen. We praten dus nog niet over waarom is het belangrijk voor Suriname, want dit is een awareness. Wij gaan nu samen discussiëren met partners in een public-private setting. Van wat zijn de voordelen? Zou je het moeten doen? Hoe moet je je voorbereiden? Want wanneer we praten over internationale vraagstukken, dan is aan de andere kant ook, hoe zit het met je organisatie? Dan moet je kijken ook eerst naar je organisatie. Kan je dragen? Kan je dragen als organisatie? En wat zou je moeten doen om het toch te kunnen dragen? Wij hebben toen, we hebben ook gemeen om te zeggen, de hele hervorming van onze Belastingdienst. Het gaat om een tweesporen beleid waar we zeggen de organisatie en je belastingstelsel. En daar neem je gelijk mee de nieuwe ontwikkelingen op fiscaal gebied. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.